Ja, lieve abonnees, het is vandaag zo ver. We gaan vandaag mijn abonnees in het zonnetje zetten. Ik kan natuurlijk niet iedereen in het zonnetje zetten, maar ik ben onwijs blij en dankbaar dat jullie naar mijn video's kijken, dat jullie reageren, enthousiast zijn en dan word ik ook helemaal enthousiast en dan wil ik weer hele leuke dingen maken. En nou ja, ik ben heel creatief zoals jullie weten. Dus ik heb ook heel veel leuke creatieve prijsjes die ik ga weggeven. En het meeste zullen jullie ook herkennen uit mijn video's. Dus ik zal zeggen, laat ik gauw de prijzen bekendmaken. De eerste hadden jullie natuurlijk al gezien. Dat was de Bullet Journal van de Action. Ik vind hem ontzettend leuk. En ik gebruik hem natuurlijk voor mijn handletteren. Maar we gaan niet één Bullet Journal weggeven. Nee, we gaan er twee weggeven. Dus vind je deze Bullet Journal nou leuk? Ik geef er twee weg. Dan ga ik naar prijs nummer 3. Deze was ook zo leuk. Dit was natuurlijk de katoenen tas die ik heb gemaakt in een van mijn video's. Ook hier maak jij kans op deze leuke tas. En dan heb ik natuurlijk ook een beetje assortiment hoofdprijs. Die echt iedereen fantastisch vond. Maar bijna overal uitverkocht was. Behalve hier in mijn Action was die nog vol te verkrijgen. Dat is natuurlijk de handletter set. Ik heb hier natuurlijk 3 video's aan besteed. 2 keer hebben we gehandletterd. En bij de 3e video hebben we natuurlijk mandala's gemaakt. Op de kaartjes die erbij zitten. Ook hier kun jij je voor aanmelden als je kans wil maken op deze prijs. Nou, je bent natuurlijk mijn abonnee. Dat is 1. En je geeft aan welke prijs je wilt. Dus wil jij kans maken op 1 van de Bullet Journals, dan geef je aan. Ik wil graag kans maken voor de Bullet Journal. Wil jij nou graag die handletter zetten? Zeggen, hey, ik wil graag die handletter zetten. Prima. Of zeg jij van, ik wil graag kans maken op deze leuke tas. Dan geef je hiervoor op. Het is wel zo, je mag je maar opgeven voor 1 van de prijzen. Zodat in ieder geval, ik geef jullie 2 weken de kans om te reageren. Omdat ik uit ervaring weet, de ene abonnee die kijkt in het begin van de week. De andere abonnee die kijkt bijvoorbeeld alleen in het weekend. En dat is natuurlijk allemaal prima, vandaar dat ik zeg van, hey, ik laat deze winactie 2 weken staan. Zodat elke abonnee de kans krijgt om te reageren. En ik wil ook niemand teleurstellen van, gewoon, nu heb ik de winactie gemist. Want dat zou ik heel jammer vinden. Dus, iedereen heel veel succes. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Met een nieuwe action video en een nieuwe creatieve video. Dus we zien elkaar weer heel snel.